Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Detering Advocaten en Notarissen. Het is dé kans voor FC Eindhoven om punten te pakken. Een wedstrijd in de kelder van de Jupiler League, FC Emmen uit. Dit is Blauw-Wit TV. Goedenavond, welkom bij Studio 040. Blauw-Wit TV, FC Eindhoven met een uitwedstrijd tegen Emmen voor de boeg. En dat is, zoals ik net al zei, een wedstrijd in de kelder van de Jupiler League. De nummer 16 tegen de nummer 17. Ja, je kan niet echt degraderen, maar het is voor Eindhoven toch wel lekker als je een paar plaatsjes hoger zou staan. Dan moeten ze wel die 3 punten gaan pakken. En of dat lukt, dat zie je nu. Thuisploeg Emmen is de nummer 17 van de Jupiler League. Eindhoven, ook bezig aan een teleurstellend seizoen tot nu toe, staat 15e. Kortom, winst is cruciaal eigenlijk voor deze twee ploegen. Er is de eerste aanval van de wedstrijd opgezet door Korch. En via de rechterkant gaat Eindhoven verder en kiest Korch positie. De voorzet is op het juiste moment gegeven. En een geweldige kans voor de spits van Eindhoven om de score te openen in het Univé-stadion van Emmen. Joop Gal niet tevreden over hoe het gaat met Emmen. Niet in de competitie en zeker ook niet in deze wedstrijd. Overtreding. Ten opzichte van Van Boekel, de vrijtrap is snel genomen. Duidelijk is dat Eindhoven de betere ploeg is in de openingsfase. Van Boekel wordt niet lastiggevallen en dan kan hij uithalen. Dan ziet hij zijn schot gepakt worden door Van der Vlag, de doelman van Emmen. Nog altijd 0 tegen 0. Inmiddels zitten we in de 21ste minuut van de wedstrijd. Het opkomen van de linksback. Hospitaleri, de voorzet is geweldig en Korch kopt hem binnen. Korch is niet al te groot, maar staat helemaal vrij, oog in oog met Van der Vlag. En deze prachtige voorzet van de Belgische linksback van Eindhoven weet hij op waarde te schatten. Tevredenheid natuurlijk bij de meegereisde fans van Eindhoven. 1-0 voorsprong en veel beter veldspel dan Emmen. Volgende aanval van de gasten. Van Boekel over de as van het veld. Weer staat hij helemaal vrij, kans voor Van Boekel. Ditmaal een prima reactie van Van der Vlag. Beste man van de eerste helft, nummer 10 van Eindhoven, Rob van Boekel. Kort voor rust dan. Eindelijk is een fatsoenlijke aanval in de maak van Emmen. Al gaat het in een niet al te hoog tempo. Jeffrey de Visser, routinier bij Emmen. Dan maar die bal erin gepompt in de richting van Ter Heide. Ter Heide verlengt ook. Er is Wijks. Versnelling van Wijks, het terugleggen en de bal valt dan voor de voeten van de Visser. Met een beetje mazzel nog gaat die bal er dan uiteindelijk in en is het 1 tegen 1. Goeie actie van Wijks en de Visser via de binnenkant van de paal met de gelijkmaker. Geen kans voor Brahim Zari, doelman van Eindhoven. Dan gaan we naar de tweede helft. Emmen probeert er voetballend uit te komen, maar wordt onder druk gezet door Eindhoven. Korch, Walkens, Walkens met het doelpunt. 2-1. Aan de ene kant is het slordig uitverdedigen, aan de andere kant wordt deze goal natuurlijk veroorzaakt door de pressing van Eindhoven. Prima afgerond door Walkens. 53ste minuut, 2-1 in het voordeel van de gasten uit Eindhoven, gekozen door John Lammers. Dan gaat Emmen op zoek naar de gelijkmaker. Verdedigt Eindhoven. Dan is het een rommelige tweede helft aan het worden. Bal ingebracht door Kunst. Verlengd. Hier is Weghorst. De uitverdediger van Eindhoven mislukt. Maar datzelfde kun je eigenlijk zeggen van die doelpoging van Weghorst. Een heuse scrimmage. Dan een appel voor Hens. Dat appel wordt gehonoreerd door scheidsrechter Honig. Die stond er vlakbij. En dan is het uiteraard ook een rode kaart voor Verkoelen. Want die mept de bal daar uit de goal. Daar zit hij eraan. Het is goed zichtbaar. Rood voor Verkoelen. Hij accepteert die beslissing natuurlijk gelaten. En de bal gaat op de stip. Ter Heide kan er 2-2 van maken. 20 minuten voor tijd. Maar een reactie van Zari voorkomt dat. Misschien wat laconiek ingeschoten door Ruud Ter Heide. Die balt. Maar Emmen krijgt nog wel een hoekschop. Het is wat moeizaam de relatie tussen Ter Heide en Gal. Überhaupt tussen Ter Heide en Emmen. Wordt er niet beter op na het missen van die penalty. Uit de hoekschop dan kan hij er alsnog 2-2 van maken. Ter Heide, maar ook dit mislukt. Ter Heide oogt wanhopig en een beetje moedeloos.
Maar er is nog wel even te gaan tegen de team van Eindhoven. Emme opnieuw. Veel ruimte ligt er aan de rechterkant. Dat is nu ook gezien. En is dit dan opnieuw een penalty of niet? Je zou zeggen van wel, want die overtreding wordt er binnen gemaakt. Maar Honig legt de bal buiten het 16 meter gebied. Dat is een aparte beslissing. Overduidelijk binnen het 16 meter gebied gemaakt, die overtreding. De scheidsrechter legt de bal er dus buiten. Dit kort voor tijd. De voorzet van de Visser en Meenaert toch nog met het doelpunt. 87ste minuut. 2-2 door verdediger Kelvin Meenaert. De Visser. Meenaert in het gedrang. De sterkste, de grootste en de stevigste. En hij kopt de bal binnen. Zo houdt Emmen in ieder geval nog een punt over aan deze toch wel moeizame wedstrijd. 2-2. 2-2 bij Emmen. Met 10 man komen te staan. Maar ik denk toch dat jij het gevoel hebt, we hebben te weinig. Ja, veel te weinig. Ja, ik denk dat er één ploeg is die heeft gevoetbald. Dat zijn wij. Ik denk dat wij 8 1-op-1 kansen hebben gecreëerd. 7 of 8. Dan moet je dat afmaken. Dus zowel de eerste helft als de tweede helft. In de tweede helft hebben we even een moeilijke fase gehad. Maar hebben wij denk ik gedomineerd en had je hier moeten winnen. Je hebt je goed aangepast aan het systeem van Emmen. Tenminste, je had een goed antwoord op het systeem van Emmen. Dat was de angel eigenlijk. Nou, we hadden ook van tevoren gezegd dat je altijd, als je het goed uitspeelt, een man op het middenveld vrij zou komen. Nou, dat bleek ook wel. Daar hadden ze heel veel moeite mee om druk te zetten. Snel van kant veranderen, maar proberen een middenvelder vrij te krijgen. En dat lukte geregeld. Ik vond dat we de eerste helft met name nog voorin wat balvaster moesten zijn. En dat heb ik ook tegen Serrat gezegd. Op het moment dat jij nog wat balvaster bent, dan krijgen we nog meer kansen. Nou, dat lukte de tweede helft wat beter. En dan zie je, dan krijg je nog meer kansen. Alleen je moet ze wel maken. Een gelijkspel en daar schieten beide ploegen eigenlijk vrij weinig mee op. Blijven ze allebei onderin bij hangen. En voor FC Eindhoven zou het toch echt wel lekker zijn als er weer een keer 3 punten gehaald konden worden. Volgende week is daar weer een kans voor. Dan zijn we er weer bij. Dus tot dan! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Daterink Advocaten en Notarissen.